Nou, ik ben de eerste Nederlandse stiepelvrouw op de Spelen, dus dat is wel bijzonder. Het is toch geschiedenis schrijven en dat is wel tof. Je schrijft sowieso je eigen geschiedenis, maar ik zal voor altijd de eerste Nederlandse stiepelvrouw blijven. En dat is, ja, dat vind ik wel bijzonder. De lol van steeplechase is dat het meer is dan alleen hardlopen. Want ik loop heel graag hard en ik wil andere onderdelen ook helemaal niet tekort doen. Maar steeple is extra. Het is extra moeilijk, het is extra technisch. En dat vind ik een grote uitdaging en daarom heel leuk. Tijdens de race tel ik de waterbakken af. De eerste 2 kilometer hebben er 2 en de derde kilometer heeft er 3. Dus die tel ik af en in de laatste ronde zijn het nog 5 balken. Dus ja, dat is aftellen. Ja, ja, en bij nummer 3 en 4 twijfel ik altijd even. Was dit nou de derde, was dit nou de vierde? Nou, het absolute doel is de finale halen. En ik hoop, en daar ga ik echt voor, dat ik gewoon nog een keer boven mezelf uit kan stijgen. Dat, ja, dat is mijn absolute doel.